Politieke en economische samenwerking met Oekraïne. Wat zijn de voordelen en nadelen voor Nederland en de hele Europese Unie? Ter gelegenheid van het referendum over de associatieovereenkomst laten Lieke en Richard Lamp zich informeren. In Oekraïne bezoeken zij bedrijven en spreken met overheidsvertegenwoordigers. Welkom terug bij het vierde blok van onze reis naar Oekraïne, waarin we een paar overheidsgerelateerde instellingen aan het woord laten. Onder andere parlementslid Svetlana Salishuk, die met haar partij samenwerkt in het blok met de partij van president Petro Poroshenko. Zij kennen elkaar al van vroeger overigens. Zij is presentatrice geweest bij Channel 5. Dat was een televisiekanaal van Petro Poroshenko. Een hele mooie dame om te zien ook, maar ook verschrikkelijk intelligent. En dus na de revolutie op het Maidanplein op deze positie terechtgekomen in het parlement. Ze was al wel langer politiek actief, maar je zag wel na die Maidan-revolutie dat die hele jonge groep revolutionairen ineens allemaal op plekken terechtkwamen waar je dat helemaal niet zo direct verwachtte. Zij was natuurlijk van oorsprong journalist. Maar goed, in Nederland in de Tweede Kamer kennen we ook een aantal voorbeelden van mensen die eerst journalist zijn, heel goed ingevoerd zijn in het parlementaire werk en vervolgens zelf parlementslid worden. Maar ze is erg veranderingsgezind. En nog een voorbeeld van iemand die na die Maidan-revolutie ineens op een totaal andere plek kwam. Ook een hele mooie dame die ook een belangrijke rol heeft gespeeld daar op dat Maidanplein, die de barricades opging en allemaal filmpjes ook heeft opgenomen. Heel mondig was. En die nu in Odessa bij de Custom Service de hele boel aan het vernieuwen is en aan het opzetten is om smokkel en corruptie tegen te gaan. Ja, deze Julia Małoszewska, als ik het goed uitspreek, die is daar inderdaad geland als het ware in de organisatie, maar nog gelijk als leidinggevende. Dus echt head of Odessa Custom Service. En dan proef je daar in die organisatie, en daar geeft ze zelf ook wel aan, van ja, het is wel even wennen dat er zomaar iemand met volgens mij een iets minder juridische achtergrond daar de leiding gaat geven. En vanwege haar politieke insteek destijds op het Maidanplein. Maar dat is nu allemaal goed op zijn plek gevallen. Je ziet daar bijvoorbeeld ook dat er opleidingen vanuit de Verenigde Staten worden aangeboden om ze te ondersteunen. Dus dat is, wat dat betreft is iedereen er redelijk open over hoe dat allemaal tot stand komt. Maar er is wel een flinke schoonmaak bij die douane in de haven aan de gang. Zeker. Daar wilden ze eigenlijk helemaal opnieuw beginnen met 100% nieuwe mensen. Maar ze begrepen ook wel dat als ze alle oude gedienden eruit zetten, hè, wegens banden met het oude regime, wegens corruptie, et cetera, ja, dan hou je geen kennis over. Dus ze waren verplicht eigenlijk om zo'n 30% ongeveer. Nee, minder zelfs, want dat was oorspronkelijk de bedoeling inderdaad. En uiteindelijk gaan ze maar 10% van de oude douaniers in dienst houden. En dan de rest wordt allemaal vervangen door nieuwe jonge mensen die veranderingsgezind zijn, maar die natuurlijk ook nog niet helemaal in het systeem zijn ingevoerd. Dus dat is best een spannende operatie, waarbij natuurlijk de 10% die er nog zit, best de boel kan saboteren. En natuurlijk de 90% die eruit gevlogen is, bijzonder ontevreden is over de veranderingsgezinden. Grappig is dat je en de organisatie opnieuw ziet worden opgebouwd, maar ook echt fysiek daar het gebouw. Daar spreken ze over een open customs space. Dus gewoon een douanegebied wat heel open en transparant is. Het idee is bijvoorbeeld nu in een nieuwe situatie dat als mensen vracht in te klaren hebben, dat ze met iemand aan het loket dat kunnen doornemen en afstemmen. Maar die beslist niet hoe snel en wanneer het allemaal gedaan wordt. In het verleden duurde dat eindeloos. En lag een schip bijvoorbeeld 5 dagen sowieso te wachten. Nou, dat kost al snel €100.000. Dus dan kun je je voorstellen dat er €50.000 geschoven werd en dat het schip ineens wel binnen een dag weg mocht varen. Nu is die inklaringstijd gemiddeld tot 1 uur teruggebracht. Waarbij de eigenaar van zo'n schip niet bij het checken mag aanwezig zijn, maar wel met livestreams, met camera's kan zien dat het allemaal eerlijk gebeurt. Via een randomizer, dus gewoon een dobbelsteen zeg maar, wordt bepaald wie de controles uitvoert vanuit de douane. Dat het allemaal zo eerlijk mogelijk gaat. Maar het aparte daarbij is weer dat dat hele IT-systeem en de hele organisatie is in feite zover dat ze in april, mei 2016 zouden kunnen beginnen. Maar dan moeten ze goedkeuring hebben van de landelijke overheid. En daar zitten nog heel veel mensen van het oude regime op plekken als ambtenaar die daarover beslissen. Dus ze hebben zoiets van, moeten we nog maar zien hoe snel dat kan. En wat er werkelijk kan gaan gebeuren, dat kan ook zomaar zijn tijd langer gaan duren. Ja, en die hebben dus wel heel veel baat bij steun van zo'n EU-associatie. Verdrag in de zin dat dat gewoon een steun in de rug geeft. Het is wel grappig om te zien hoe in mijn beleving, maar dan ben ik een beetje onerbiedig misschien, toch nog heel primitief
die veranderingen zijn. Hè. Ze hebben dus inderdaad die hele ruimte waar die inklaringen werden gedaan, die hele hal daar bij de haven, hebben ze helemaal leeggesloopt. Het waren allemaal aparte kleine kamertjes waar mensen allemaal zelf deeltjes konden sluiten. En er wordt nu een hele grote open hal met open balies, waarbij je dus inderdaad aan de balie geen contact hebt met degene die echt uiteindelijk de beslissing neemt. En dat je denkt van ja, dat zijn de allereerste dingen die je gaat doen. Ja, dat lijkt mij heel logisch. Maar dat is daar echt het ei van Columbus. Maar überhaupt, de Odessa haven is een hele mooie, leuke haven met heel veel potentie. Ze hebben een heleboel vrachtvervoer en ze hebben ook een heleboel, hoe heette dat, van die cruiseschepen met mensen. Ja, daar is wel een probleem. Ja, nu met de oorlog op de Krim, eigenlijk de oorlog in Oekraïne zelf, zien ze daar een enorme terugval van die schepen die niet meer Odessa aandoen. Dat vinden ze heel erg. Ongeveer van 80.000 passagiers en een jaar later werd dat 8.000. Dus dat is een tiende van je passagiers. Ja. Dan ben je dus gewoon dood als haven. Ja, daar zitten ze heel erg mee. Sowieso de haven is... Zij zijn er zelf heel fier op, een hele mooie grote haven. Ja, ik als Rotterdamse vond het geweldig Madurodam. Er ligt eindeloze hoeveelheden staal. Ja, dat je denkt van jongens, zullen we dat niet eens gaan doorvoeren? Maar dat is blijkbaar niet veel waard op dit moment. Graan uiteraard. Ja. En er waren ook heel veel bergen met steenkolen. Nou, dan zeggen ze eerst van ja, maar dat hebben we niet meer gedaan. Want dat is niet duurzaam en dat is slecht. Want de haven ligt dicht bij de stad. Nou, dat is natuurlijk ook allemaal waar. Maar als je ondertussen realiseert dat die oorlog in Oost-Oekraïne natuurlijk het onmogelijk maakt dat er überhaupt steenkool die kant op komt. Is het ineens een heel ander verhaal. Dus zo moet je af en toe zelf een beetje helpen om er doorheen te prikken. En dan is iedereen ook verder heel eerlijk. Maar je moet wel zelf even laten merken dat je doorhebt hoe de wereld draait. Maar ze willen daar heel graag. Hè? Odessa is natuurlijk een ander verhaal dan Kiev. Die heeft een iets andere geschiedenis. Daar zit ook nog iets meer Russisch sentiment. Is gesticht ook echt door Russen, toch? Ja, en je ziet dat daar de veranderingsgezinden wel heel erg en heel erg enthousiast willen. En dat natuurlijk op weerstand stuit van mensen die daar al heel lang in een logtraag systeem prima de gang gingen. Maar wel heel mooi om te zien, moet ik zeggen. Ik heb er wel genoten van de verhalen en van het enthousiasme, moet ik zeggen. Oké, de nu volgende video's die zijn dus in omgekeerde volgorde aan het einde Odessa Customs Service over die Open Customs Space. En we beginnen met het parlementslid Svetlana Zalishuk. Die we mochten bezoeken in het parlementsgebouw. Dat is ook nog een verhaal. Dat is nog een verhaal. Een heel oud gebouw met kogelgaten en weet ik wat er allemaal. Dat gebouw, ook dat je denkt, hier zit hier vast geschiedenis. Beschadigd glas en zo. Moest ik goed door de controle en naar binnen. Een heel klein kamertje in een donkere gang op de zoveelste verdieping. Daar heeft zij dan de kamertje eigenlijk, toch wel een stuk armoediger nog weer dan hier Tweede Kamerleden hebben. Ja. Maar het leuke was, nadat wij met haar klaar waren, was daar een soort portier en die kende weer onze gids. En dan zie je toch, in het klein die corruptie, die wou even stoer doen. Die heeft ons meegenomen naar de bovenste verdieping en daar was geen deur naar het terras. Daar kon in ieder geval niet bij komen. Ik weet niet of die er was. Hij zal er vast wel zijn geweest. Maar hij wist een kantoortje waar je naar binnen kon en daar was een raam en dat kon een klein stukje open. Daar moest je dan echt doorheen wurmen. Dus, dat is echt geweldig. En dan kon je dan naar buiten op dat grote dak, terras, reling. Kon je dan foto's maken van de stad. Dus we hebben ons door dat raam heen gewurmd. Mijn hakken uit op mijn pet. En ook daar zijn beelden van, maar die hebben we niet openbaar gemaakt. Dat is echt het enige volgens mij wat we censureren, hebben we gemaakt. Maar dan weet je in ieder geval dat het gebeurd is. Goed, check de video's over deze zaken en dan zijn we straks bij je terug. En dan kijken we naar welke ondersteunende diensten voor bedrijven in Oekraïne beschikbaar zijn.